Mag ik je nummer? Bram, in de buurt. Welkom bij een nieuwe aflevering van Bram in de buurt. Vandaag zijn we in Breda met weer heel veel brandende vragen. Hey, is dat Sjors? Is dat rapper Sjors? Ben jij Sjors? Hey. Hey, wat doen jullie hier? Wij zijn even aan het interviewen. Oké, okay, ja, dan lijkt het me gezellig om mee te gaan. Ja, ja. Dan gaan wij... Wie interviewen jullie? Vrouwen, we gaan voor jou op zoek naar vrouwen. Nice. Ja, dan ga ik mee dan. Was dit goed? Hoe ziet jouw perfecte dame eruit? Ja, sowieso spontaan, leuk, heel veel euro's. Ja, het maakt me in principe niks uit of ze nou blond haar heeft of bruin haar. Ik sta hiernaast. Anouk. Hoe staat het ervoor in de liefde? Goed. Het gaat gewoon prima. Ja, ja. Vrijgezel? Ja. Want ik heb iemand meegenomen. Sjors, kom erbij. Kom erbij, Sjors. Anouk, als je zo naar Sjors kijkt, zou dat jouw type zijn? Nee. Oh, oké. Okay. Ja, zo... Nee, maakt niks uit. Maar waarom niet? Je bent Bram. Ja. Maar waarom niet? Omdat ik één weet wie het is. En, ja, is... en twee... en een Limburgs accent. Nou, Sjors, zou je ook zonder Limburgs accent kunnen praten? Wie geht's? Zou Sjors een goede partner kunnen zijn voor Lin? Ik denk het niet. We gaan weer verder. Nee, maar wacht, nee, maar hoezo niet dan? Nee, ik denk dat hij te oud is voor Lin. Hoe oud is Lin? 17. Nou, dat moet toch kunnen. Je mag pas als je 18 bent, dus dan moet je nog even over een jaar terugkomen hier op deze plek. Ik heb een vriendin van 15. Oh mijn god, wat zit hier nou weer? Ik sta hiernaast. Jordi. Jordi? Goed geraden. Met een D of met een J? Griekse I-O-R-D-I. Oké. Gewoon Jordi of? Jordi. Jordi. Hoe zit het met jou in de liefde? Goed. Ja? Ja, top. Heb je vriendin? Oh, wacht even. Mijn telefoon gaat. Ja? Ik kom er nu aan. Oh, sorry. Ik moet gaan. Fijne dag. Hij gaat helemaal niet over, Jordi. Ja, stil met een Y. Heren, jullie zien eruit als straat. Als wat? Hip-hop. Street. Ja, dat klopt. Wat vinden jullie van de muziek van rapper Sjors? Ja, niet heel best. Sjors, kom er even bij, kom er even bij. Hij vindt je muziek verschrikkelijk. Oké, okay, ja, mij, maar mijn fans vinden het tof. Ja, ik rij een kleine Ferrari ervan. En ik heb elk weekend misschien een stuk of drie optredens dus. Nou. En wat heeft hij? Ja, en nu jij weer. Ja, nou ja, dat gun ik hem ook wel, maar... Ja, wat? Wat, Bram? Wat is? Ja, een pop. Nou en? Wat maakt dat uit? Geile... Oh, ik heb echte vrouwen. Ik hoef geen poppen, Bram. Maar waar zijn de meiden dan, Sjors? Want daar was je toch wel lekker mee bezig? Ja, waar die zijn. Ze zitten niet hier. Nu aan tafel dus. Nou, er zitten wel één aan tafel. Ja, maar ik wil liever eigenlijk op zoek gaan naar een leukere. Zou Sjors jouw type kunnen zijn? Ja, ik val normaal niet op Nederlanders. Maar deze is er eentje om door een ringetje te halen. Ja. Nice. Sjors, wat vind jij van Kimberly? Ja, ik vind ze vind haar sowieso een mooie, ja, mooie uitstraling hebben. Ja, je ziet er super uit, dus hey, box. Nice. Kijk, er bloeit iets, er bloeit iets. Heb je een vriendje? Nee. Helemaal niet? Nee. Hoe oud ben je? 13. Sjors, kom er maar even bij. Kom er maar even bij, Sjors. 13. Ja, wat denk je zelf? Nee. Zuipen, kruipen. Zuipen. Yeah, let's go. Yeah, let's go. Ik ga niet naar huis. Eyes fat low. Want wat maakt Sjors zo aantrekkelijk? Ja, die haardos, hè? Die blonde haardos. Dat is geweldig, ja. Goed, wil je het anders even voelen? Dat kan. Ja, graag. Oké. Okay. Kan je al indenken dat je, zeg maar, dan 's ochtends wakker wordt en Sjors ligt naast je en dan krul je even zo door zijn haar? Ja. Ja. Heel makkelijk voor te stellen. Ja, lukt. Leuk, leuk. Ja, dan weet ik waar ik aan toe ben, dus. Zouden jullie misschien een keer wat samen willen drinken? Wie weet, als het voorbestemd is, komen we vast wel elkaar tegen weer, hè? Sjors, Sjors. Ik ga eens naar Breda toe. Komt goed, dan gaan we een ijsje of
hoe heette die, een tequila drinken. Een cocktail. Liefde in de lucht, mensen. We did it, Sjors. We did it. Hey, Bob, nice. Hey. Maar waarom, hoe heet ze ook weer? Sorry. Suzanne. Ja. Waarom geen Suzanne? Omdat ik eigenlijk een Suzanne, en dat is echt waar, uit Spanje heb gehad. En vandaar dat het eigenlijk geen Suzanne meer mag zijn. Want ja, je krijgt er eigenlijk alleen maar narigheid mee. Alleen maar eigenlijk problemen. Je moet de hele dag rijden in je auto. Ze hebben vaak zelf allemaal geen auto's. Die Suzanne is die ik heb gehad. Ja, want heb jij een auto, Suzanne? Ja, die heb ik zelfs ook. Oh, oké. Ik ben wel bij de garage, waar ik ook allemaal voor jou fixen, Sjors. Ja, dan lukt het al niet. Dan moet ik dus toch weer rijden en heb ik dus toch weer gelijk. Ja, ja Bram, wat lach je? Je kent het. Dit was Bram in de Buurt voor deze week. Volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer. En wil je nou meer afleveringen kijken, check dan even de link in de beschrijving. En ik ben trouwens ook te beluisteren op de radio. Op de radio, slam, luisteren, iedere werkdag, ik bedoel elke dag. Hey! Maandag tot en met donderdag van 7 tot 10. Ik zou zeggen tot dan en zoals we altijd zeggen... Yeah, let's go, hey! Joejoe!